Hoi, je kijkt naar Bricklegs en dit is LEGO set 70420, het Kerkhof Mysterie, een Hidden Side set uit 2019. De set komt met 4 poppetjes als we het skelet meerekenen. En als we dit standbeeld op de achtergrond meerekenen, eigenlijk zelfs met 4,5. Verder hebben we Spencer, het spookhondje, en natuurlijk het Kerkhof. Om de context van de set wat beter te begrijpen, beginnen we vandaag met de poppetjes. Als eerste poppetje hebben we Jack Davis samen met zijn hondje Spencer. Spencer is een spookhond. Hij is dan ook deels doorzichtig, zoals je ziet. En Spencer is een beetje een zielig geval. Hij is vlak voordat Jack naar Newbury verhuisde omgekomen in een ongeluk, maar omdat het in Newbury spookt, kon hij dus weer tussen aanhalingstekens tot leven komen. Ik heb dit overigens niet zelf bedacht. Deze informatie komt van de website van LEGO. Jack heeft in deze set een witte hoodie met een rode pet. Verder heeft hij zijn telefoon bij zich. Die wordt gebruikt om op spoken te jagen. Hidden Side heeft natuurlijk de app, waarmee je zelf ook op spoken kunt jagen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit geprobeerd heb, omdat LEGO voor mij toch vooral om het bouwen gaat en niet zozeer om het spel eromheen. Jack's capuchon en pet bestaan uit één onderdeel en hij heeft een alternatieve print achter op zijn hoofd waar hij ontzettend geschrokken kijkt. Dus misschien heeft hij wel een spook gezien. Het tweede poppetje is Parker Jackson, een goede vriendin van Jack, waarmee hij samen op spoken jaagt. Ook zij heeft een telefoon, zoals je hier ziet. Haar beanie en haar bestaat uit één onderdeel. Ze heeft een zeer gedetailleerde outfit. Jack overigens ook. En ook zij is bezig met het jagen naar spoken. Hidden Side draait om het jagen naar spoken. Als ik zo meteen het kerkhof ga laten zien hierachter, ga ik daar nog wat meer over vertellen. Ook Parker heeft een alternatieve print waar ze ontzettend geschrokken kijkt. Wel iets minder als Jack, als ik heel eerlijk ben. Maar hey, het gaat om spoken jagen, dus ik snap waarom dat ze zo kijkt. Als derde hebben we Mr. Branson en hij is de opzichter van het kerkhof. Hij heeft een overal aan met wat modder erop. En ook Mr. Branson heeft een tweede gezicht. Ook Mr. Branson kijkt lichtelijk gechoqueerd. En daar heeft hij een goede reden voor, daar gaan we namelijk nu even naar kijken. Elke Hidden Side set heeft minimaal één karakter wat in een spook verandert. En in deze set is het Mr. Branson. En hier hebben we zijn spookhoofd, om het zo maar te noemen. Dus laten we even kijken wat er gebeurt als we dat op de torso zetten. Hier hebben we Mr. Branson als spook. Nou, hij ziet er vrij angstaanjagend uit. Nieuwe kleur en haarstijl voor Hidden Side. Nieuwe faceprints. Dit is een doorzichtig hoofdje met op beide kanten prints. Mr. Branson is overigens exclusief te verkrijgen in deze set. Dat geldt overigens niet voor zijn spook, haar en gezicht. Als vierde hebben we nog een standaard LEGO skelet. Vaak wordt deze niet meegerekend als minifig. Maar ja, hij is even groot. Hij heeft een hoofd, armen, benen. En wel leuk om te laten zien, hij heeft een sleutel ook in die nieuwe groene kleur. Dus dat is wel een leuk onderdeeltje om aan je verzameling toe te voegen. Het skelet zullen we zo meteen, als we het kerkhof gaan bekijken, nog een keer terugzien. Maar dan op een andere plek. Oké, laten we eens kijken naar het kerkhof. Ten eerste, dit is één groot ding. Het zit helemaal aan elkaar. Dat zie je niet al te vaak in LEGO. En ik vind het in dit bouwsel eigenlijk heel goed werken. Verder hebben we hier een grote poort als ingang. Die natuurlijk open kan. We hebben hier het vijfde poppetje. 4,5, laten we het daarop houden. Zij heeft een hidden feature. Nou ja, niet heel erg hidden, want je ziet het natuurlijk meteen. Maar wanneer we
de engel draaien, dan verandert het paneel onder haar van kleur. En dat heeft te maken met de app. In de app kan je de kleuren scannen en dan komen er spoken het werk met virtual reality. Dan in het midden één grote grafsteen. Die kan open en daar zit een verborgen feature in, namelijk het skelet. En een rode tegel, die heeft ook te maken met de app. Dan hebben we nog een grafsteen. Ook deze kan open, ook deze laat weer rode tegels zien. Dan hebben we hier een boom. En zoals je ziet heeft hij wel wat monstertrekjes. Veel van de hidden side sets kan je omtoveren naar iets spookachtigs. Bij deze set is dat wat minder aan de hand. Wat je wel kan doen de takken laten bewegen en de boom heeft verder wat beweging. En onder de boom, die wel over een soort mausoleum heen lijkt te groeien, vinden we een deur. Die natuurlijk ook open kan. Binnenin vinden we een lekkende kraan. En als we even van dichterbij kijken, staat er nog een emmer met een bezem, een schep en een pikowil. En hier aan de zijkant staan twee flesjes. Ik vind overigens dit water op de grond met die kraan wel echt heel goed gedaan. Het is super simpel, maar in zijn eenvoud zie je meteen wat het voor moet stellen. De grafstenen zijn overigens allemaal stickers. Naast de poort vinden we ook nog een sticker. Die vinden we ook aan de andere kant. Leuk aan deze set is dat details ook aan de achterkant doorlopen. Dit is natuurlijk niet de mooiste kant om de set te displayen. Maar dat hier nog wat groen terugkomt en aan deze kant ook. Ja, maakt het wel allemaal net iets gedetailleerder en net iets mooier. Aan deze kant nog een keer de boom. Dit zijn twee beweegbare onderdeeltjes. En de achterkant van het mausoleum of de opslagplek van Mr. Branson is open. Het Kerkhof Mysterie is wat mij betreft een zeer geslaagde set van Lego Hidden Side. En ik moet ook zeggen dat meteen toen hij uitkwam dat ik hem gekocht heb. Voor Lego een gewaagde move misschien wel om een kerkhof uit te brengen als speelset. Het is wel de tweede die in 2019 uitgekomen is. Ik weet niet precies in welke volgorde, maar we hebben daar natuurlijk ook de Voldemort set van Harry Potter gehad die zich op een kerkhof afspeelt. En die misschien nog wel lugubeler is dan dat deze set is. Ik vind Hidden Side echt een ontzettend leuk thema. Ik vind het leuk dat Lego een zo'n uitgebreid thema als bijvoorbeeld een Orient Expedition of een Aquazoners weer teruggebracht heeft. Dit is echt helemaal door Lego zelf bedacht. Het is leuk om te zien dat het verhaal in alle sets zeg maar doorloopt. En ja, dat die app erbij zit vind ik wel leuk. Alleen ik vind daar zelf niet zo heel veel aan. Dus wellicht dat ik bij een andere set het een keer laat zien hoe het werkt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die app nooit gedownload heb. Dus ik heb geen flauw idee. Maar ja, ik geef een review van de set en niet van de app. Dus misschien dat ik daar wel een losse video over wil maken. Omdat ik er stiekem toch wel benieuwd naar ben nu ik weer naar deze set kijk. Nou, tot zover mijn review van de Hidden Side Kerkhof Mysterie. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en dan zie ik je graag de volgende keer. Doei!